Wat goed dat u wilt weten of u de juiste schoenen draagt. Ik ben Laura en ik help u hier graag bij. Wanneer u diabetes heeft, is het extra belangrijk op goede schoenen te lopen. Want weet u dat de meeste drukplekken en wondjes veroorzaakt worden door niet goed passende schoenen? Stap voor stap zal ik u laten zien waar u op moet letten en hoe u uw schoenen kunt controleren. We beginnen met het controleren van de hakhoogte van de schoen. De hakhoogte van de schoen is het verschil tussen de dikte van de loopsel aan de voorkant van de schoen en de dikte van de hiel aan de achterkant van de schoen. Een te hoge hak geeft te veel druk op de voorvoet. Bij een te lage hak kunt u het gevoel hebben achterover te vallen. Daarnaast is het ook heel belangrijk dat de hak de juiste breedte heeft. Een te smalle hak kan zorgen voor instabiliteit. Pak nu uw schoen. Is de hakhoogte ongeveer 2 cm en is de breedte van de hak niet te smal? Het liefste Mag de breedte van de hak gelijk lopen met de zijkant van uw schoen. We gaan nu de wreefsluiting van uw schoen controleren. De wreefsluiting zorgt ervoor dat uw voet niet kan schuiven in uw schoen, wat belangrijk is om druk of wrijving te voorkomen. Het is belangrijk dat u een hoge wreefsluiting heeft met veters of klittenband. Instapschoenen met een lage wreefsluiting zijn absoluut niet aan te raden omdat uw voet gaat schuiven in de schoen. Of u koopt uw schoen te klein, waarbij uw tenen te veel druk krijgen, wat klauwtenen en drukplekken zoals likdorens kan veroorzaken. Het contrefoor zit aan de achterzijde van uw schoen. Deze gaan we nu controleren. Een stevig contrefoor zorgt ervoor dat uw voet steun krijgt vanuit de achtervoet. Het verbetert de stabiliteit. Als u met uw duim tegen het aan aanduwt, mag u deze niet om kunnen buigen. Zoals u bijvoorbeeld bij deze schoen ziet. Het buigpunt van uw schoen moet op de juiste plek zitten voor een goede afwikkeling van uw voet. Het buigpunt moet overeenkomen met de ballijn van uw voet. Deze loopt onder uw voorvoet en is het deel wat buigt tijdens het lopen. Wanneer uw schoen in het midden buigt, is dit niet goed en kunnen er klachten aan uw voeten ontstaan. Pak uw schoen in de hand en probeer de schoen dubbel te vouwen. De pasvorm van de schoen moet overeenkomen met de maat van uw voet. Zowel de lengte als de breedte zijn daarbij heel belangrijk. Voor de langste teen moet ongeveer een centimeter ruimte zitten. Er mogen geen tenen door de schoen zichtbaar zijn. Heeft u een los binnenzooltje in uw schoen, neemt u deze er dan uit. Als u daarop staat, moet de pasvorm van uw voet mooi passen bij het binnenzooltje. Als u geen uitneembaar voetbed heeft in uw schoen, heb ik hier voor u een tip waardoor u ook de pasvorm goed kan controleren. Maak een omtrek van uw voet op papier. Vervolgens knipt u deze uit. Indien u het papier vlak in de schoen kunt leggen, dus zonder te kreuken, dan weet u zeker dat de pasvorm goed is. Voelbare stiksels en naden in uw schoen kunnen druk veroorzaken op uw voet. Het liefst draagt u een schoen zonder voelbare stiksels en naden. Geen voet is hetzelfde en elke voet heeft een eigen vorm. Zo kan het zijn dat uw voet op een bepaald deel meer uitsteekt. Een stiksel of naad direct niet mee en als dat stiksel of naad over het uitstekende deel van uw voet loopt, dan kunt u daarvan drukplekken of wondjes krijgen. Kijk aan de buitenzijde van de schoen waar de stiksels en naden lopen en of deze zich niet bevinden op een ongunstige plek voor uw voet. Daarnaast kunt u nog even met uw hand in de schoen gaan en controleren of de binnenzijde mooi glad is. Indien u gevoelsverlies heeft in uw handen, kunt u dit het beste door iemand anders laten doen.